Is dit een slang? Het heet een hazelworm. Het is ook geen worm. Hij heeft oogleden, geen verplaatsbare onderkaak en de staart begint bij de cloaca. Het is een pootloze hagedis. Anguis fragilis. Soort zoek soort. De 12.1 biocast. Een onderdeel van hoofdstuk 12 uiteraard. En hoofdstuk 12 heeft aanpassen of verdwijnen. 12.1 soort zoek soort. 12.2 een soort staat niet stil. 12.3 samenleven en groeien. 12.4 een eigen plek. En 12.5 ruimte voor verandering. Je hebt vier rijken. Bacteriën, schimmels, planten en dieren. Dat weet je nog wel uit de onderbouw. Dit zijn de rijken. Maar er bestaan ook een onderrijk. En het zijn orgaandieren voor de hazelworm. De afdeling is de chordaten. De onderafdeling is de vertebraten. De klasse, dat is de reptielen. De orde is de squamata. De familie is de anguidae. En het geslacht is de anguis. En de soort is de anguis fragilis. Maar de laatste jaren is er een andere indeling ook nog gekomen. Een soort superrijke. Het domein bacteriën. Schimmelsplanten en dieren horen bij het domein eukaryoten. En de archaea is het derde domein. Dit was hem alweer. De 12.1 biocast. Veel succes met studeren.